Goedemiddag. Hoi. Vandaag zijn we bij het Broekland College. Ik zie allemaal tieners met mobiele telefoons. Wat zijn ze precies aan het doen vandaag? We zijn bij het vak Economie en Ondernemen. En een van de keuzedelen die ze kunnen doen is multimediale producten maken. En vandaar dat ze vandaag bezig zijn om filmpjes te maken en die te editen. Ik vond het heel erg leuk en leerzaam. Ja, het is best wel interessant. En ja, ik weet niet of ik er iets later mee ga doen, maar het is altijd leuk om te weten. Ik vond het wel leuk vandaag en het was een keer wat anders. Nou, ze zijn bezig met het maken van de filmpjes van een onderwerp wat ze zelf gekozen hebben. Ze hebben daar een script voor bedacht. Ze hebben vragen bedacht die ze aan elkaar willen stellen. Daar maken ze een aantal opnames mee. Die opnames worden uiteindelijk samengevoegd en daar moeten ze een leuk filmpje van maken. Wat heb je vandaag geleerd? Heel veel. Koken, filmpjes maken en hoe het werkt allemaal. We gingen koken en gingen we een stukje opnemen. En we gingen friet bakken. Dat was het een beetje. Wij hebben een toertje door school gedaan. Dus we hebben vooral de kantine gefilmd en de directeur geïnterviewd. Dit is onze school en eigenlijk kan nu pas de tour beginnen. Zijn dit onderwerpen die onder de tieners leven? Ik hoop het, want jullie hebben ze bedacht. Maar ik geloof dat ze het erg leuk vinden. En sommigen passen het een beetje aan wat ze zelf interessant vinden. Er zat een onderwerp over politiek bij. Nou ja, dat werd al snel wat anders. Maar goed, ze vinden het erg leuk om te doen. Ik heb vooral geleerd dat je heel goed hard moet praten als je jezelf wil horen op een filmpje. En ik heb gehoord dat je ook mensen moet gaan vragen van, vind je het goed als ik jou film? Want er waren wel mensen op de achtergrond, dus vooral dat. Ja, wel veel. Je hebt geleerd hoe je filmpjes moet maken. Hoe je met mensen moet omgaan die je filmt. Nou, ik heb een stukje meegelopen. De opdracht is niet van mijzelf, maar het is wel interessant. Wat is het resultaat van deze dag? Ik denk dat ze een hoop geleerd hebben. Dat ze beseffen dat ze veel meer kunnen dan dat ze eigenlijk weten. En dat er veel meer mogelijk is, zeker op het gebied van beeld en geluid. Ga! Oh. Knippen weg, knip. Oké. Okay. Beginnen? Ja. Ja. Okay. Hallo, ik ben Quinten. Ik ga het weer vertellen. Het is oké. Okay. Het KNMI in de beeldtijd is hoogst mogelijk weer alarm afgegeven door de witte buien die de provincie Utrecht heeft bereikt met code rood. Nou, we hebben net een interview met de directeur gehad, zoals je kon zien. En we gaan nu door naar de aula. Oftewel, ga niet naar buiten, doe je raam dicht, zorg dat je binnen zit en niet tanden. Dat was het.